En dit vind ik eigenlijk een heel mooi voorbeeld van Nederland. Dat we techniek, leiderschap en doorzettingsvermogen gebruiken om ons eigen thuis, om ons eigen habitat te maken. Maar inderdaad, soms vergeten we dat. En daarom hebben we waterlicht gemaakt. Een combinatie van leds en lenzen die eigenlijk aantoont hoe hoog het water komt te staan als we stoppen. Ja, als we dat, als alle 24 dijkgraven en gravinnen en alle beleidsmedewerkers een half jaar naar huis gaan, niet meer hun telefoon opnemen of e-mail beantwoorden, dan gaat het fout. En dan gaat het best wel fout. En we begonnen eigenlijk plekken over de hele wereld te overstromen door een combinatie van dat licht. Opeens laat je zien dat dat ook, hè, wethouders, je hebt natuurlijk allemaal departementen, hè, sport, gezondheid, infra, gescheiden. Maar het is ook interessant als je het aan elkaar koppelt. Waarom kan een snelweg niet een trekpleister voor toerisme zijn of voor veiligheid? Dus dit soort koppelingen zorgen ervoor dat dit soort projecten worden gerealiseerd. Hè. Hier snelwegen die zich overdag opladen en 's avonds licht geven. En dit rollen we nu nog steeds door uit internationaal. En dat is belangrijk, want de stad, is een machine geworden die ons steeds meer pijn doet. Die ons eigenlijk soms ook een beetje aan het vermoorden is. Hè? Dus als je langs een snelweg woont, is hetzelfde als 17 sigaretten per dag die je passief inhaleert. Zonder het plezier van de nicotine, weet je. Dat is een slechte deal. Dat is een slechte deal. Dus 5 jaar geleden, ik keek uit mijn kamer in Beijing, in Peking in China. Uit mijn kamer en links was een goede dag, hè? De zaterdag. Ik heb de auto's en de vogeltjes. En het is gewoon een drukke stad. Prima. En een paar dagen later op woensdag zag ik dit uit mijn raam. Huh. Een stad zo vervuild dat je bijna weer gaat roken om jezelf gezond te voelen. Hè? Het is echt, maar het is echt bizar. Dus ons verlangen naar vooruitgang creëert bijeffecten die niet gezond zijn. We leven 8 tot 9 jaar korter. Kinderen hebben longkanker als ze 6 jaar zijn. Hè? En dit is Beijing, maar Parijs, Randstad. Elke grote stad heeft zijn probleem hiermee. En we hadden het er net al over. We moeten investeren in die nieuwe energie, in die groene energie. Maar tegelijkertijd, dat duurt best wel lang. En net zoals u, bent u niet de minister die kan zeggen 20 biljoen in groene energie vandaag. Poef, hè? Zo werkt dat niet. Dat kunnen we niet, dat kan ik niet. Dus wat kan ik wel? Ik kan iets maken. En ik herinnerde me op dat moment dat ik geïnspireerd werd door Beijing Smog. Laten we er wat mee gaan doen. En ik herinnerde me ook dat als ik met een ballon aan het spelen was vroeger als kind en ik polijste met mijn hand, dan wordt die statisch. En dan trekt hij zo je haar aan. Dat is interessant. Wat nou als we dat principe kunnen gebruiken om letterlijk de grootste smokstofzuiger van de wereld te bouwen. Die vieze lucht opzuigt, het reinigt en schone lucht uitspuwt. Wat nog interessanter was ja, community, de relatie met de mensen. Dit kregen we een paar weken later. Het is niet een acteur, hè? Dus een bruiloftsechtpaartje uit India, waarin hij haar een aanzoek doet om te trouwen met die smog-free ring. Als een teken van hoop, als een teken van echte schoonheid, van echte liefde. En dit zijn de cadeautjes, hè? Dit hadden we niet durven te hopen dat dit zou gebeuren. Dus we hebben ze opgebeld en even gecheckt. En ze zei ja, hè? Ze heeft ja gezegd. En ik heb even gecheckt, een paar weken geleden zijn nog steeds getrouwd. It's all good. Letterlijk honderden, naar aanleiding van een groot New York Times artikel, honderden mensen die dit allemaal kopen. Prins Charles, hè, u bekend, heeft de machetknopen. Dus dames en heren, ik denk als je het hebt over verandering, moet je het hebben over techniek, wetenschap, moet gewoon werken. Geen discussie. Maar als het alleen maar techniek is, worden we lui. Denken we, oh, dat doet de burgemeester wel, of de wethouder, hè. Dan lok je geen betrokkenheid uit. Dus je hebt ook, ja, maak het draagbaar, maak het deelbaar. Maak het dat je het mee naar huis neemt en je vrouw of je man vraagt, hé, wat is dat? En ik denk die koppeling tussen ja, dat tastbare en dat technologische, dat creëert impact. Ja? Mocht dat allemaal falen, hebben we deze ontwikkeld. Wat ik mij heel erg realiseerde, misschien kent u hem nog wel, van lang, lang geleden. Mensen zeggen allemaal dat ze innovatie willen, hè? Ja, vooral in Nederland. Maar op het moment dat u een radicaal idee voorstelt aan uw burgemeester, vrouw, man, collega, grootmoeder, noem het maar op, is er een raar soort Nederlandse neiging om altijd te zeggen, ja maar. Ja maar, het is te duur, hè? Het is te mooi, het is te lelijk, het is te goedkoop, het is te langzaam.
Het bestaat al, het kan niet. Ik heb alle dingen gehoord over hetzelfde project in dezelfde week. Dus ik werd echt een beetje grijs haar op een gegeven moment. We zijn zo heel creatief in dingen niet te doen. En daarom hebben wij op een gegeven moment de ja-maar-stoel gemaakt. Bestaande stoel, Friso Kramer, Dutch design. Klein stemherkenning elementje eronder. En op het moment dat je op die stoel zit en je zegt die twee hele irritante woorden, krijg je een korte, maar vrij heftige stroomstoot op uw edele achterste. En dat werkt, ja, dat werkt. Dat is, dus de toenmalig Kamervoorzitter Gerdy Verbeek, ja, we wilden de 150 bestellen voor de Tweede Kamer. En dat gaan we niet doen. We kregen aanvragen van de Nederlandse ambassade in Berlijn of we ook een ja-aber-versie wilden maken. Nee, ja, kijk, ik denk, natuurlijk moet je kritisch zijn, hè, en debatteren, wat u natuurlijk dagelijks in uw vak doet. Hè. Niemand is de baas. Hè. Het is een discussie, het is een uitwisseling. Maar tegelijkertijd is het ook wel interessant als je van de ja-maar naar de wat-nu gaat. Want te veel democratie of te veel foute democratie, om het zo maar te zeggen, verstart. Dan durven we niet meer vooruit te kijken. Dus weg van de ja maar naar de wat nu. En als u wil mag ik hier deze stoel lenen voor een middagje. Ja. Okay. Dus dat is ook heel fascinerend. Ik weet zeker dat ook in uw gemeente of in uw gebied allemaal ideeën in laagjes liggen te verstoppen. Hè? Stof te vangen. Alles is er al. Maar wat we moeten doen is die la opentrekken, even goed eroverheen blazen en het gewoon gaan doen. En ik denk als we op die manier naar die wereld kijken en die nieuwe waardes van schoonheid, schone lucht, schone energie, schoon water centraal zetten. Dat we dan een landschap kunnen maken wat goed is voor de mens, voor de economie, voor onze identiteit. Zeker niet makkelijk, maar om eerlijk te zijn, ik denk als we zo een beetje vooruit kijken dat dat de enige manier is om een wereld te maken die goed is. All right, dankjewel. Yes. Yeah.